De bouwsector zit volop in een digitaliseringsgolf. Nieuwe toepassingen zorgen ervoor dat het ontwerp en de planning van bouwwerven efficiënter verlopen. Een volgende stap wordt het integreren van digitale tools met onder meer augmented reality op de werf. In de werkvoorbereiding werken we al regelmatig met virtuele gebouwmodellen, de zogenaamde BIM-modellen. Nu krijgen we wel regelmatig vanuit project- en werfleiding de vraag of we die modellen ook effectief op de werf kunnen krijgen. En zo'n AR-toepassing is eigenlijk een heel mooi voorbeeld waarbij we de modellen niet alleen op een tablet krijgen, maar echt als een één-op-één laag over het gebouw in opbouw kunnen plaatsen. Nieuwe technologieën ter beschikking stellen via smartphone of tablet maakt het werk voor heel wat mensen op de werf gemakkelijker. Een elektricien die bijvoorbeeld een gat moet boren door een vloer of een wand, kan eigenlijk op de tablet zien of er geen verborgen leidingen zitten. Of er kan bijvoorbeeld snel nagekeken worden of een bekisting van een wand of een kolom wel op de juiste plaats staat. De nieuwe toepassingen worden onderzocht in het kader van de proeftuin Construction Site Vision. Een project van het WTCB, Hoest en Ceres dat steun krijgt van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. De verwachting is dat de bouwsector daar snel de vruchten van zal plukken. We zien dat de cases op basis van virtual reality eigenlijk op dit moment perfect uitvoerbaar zijn. Het zit vaak in het aanleveren van goede data, dus goede BIM-modellen. En dan kan de virtual reality er relatief snel uit volgen. Augmented reality is iets minder matuur, zit meer in experimentele fase. We vertrekken van state-of-the-art technologie, we combineren dat met goede industriële cases. Minstens een beetje fine-tuning die gedaan kan worden door de vele softwarebedrijven die het proeftuinproject ook volgen, kan dat heel snel in de praktijk omgezet worden op een periode zeker van minder dan een jaar.